Ontsnappen uit 100 lagen karton met dit schaartje. Ik zit gevangen in een gevangenis. En de enige uitgang is via deze 100 lagen karton. Hoe verder ik kom, hoe groter mijn gereedschap. Maar lukt het mij om te ontsnappen voordat Paco haar bot op heeft? Want anders zit ik hier 24 uur opgesloten. Kijk eens even wat hier in de woonkamer staat. Een heel groot scherm. Zoals jullie kunnen zien is zelfs Paco helemaal onder de indruk. Paco en ik weten natuurlijk wat het is. En misschien kan jij in de reacties ook wel raden wat het is. Ik spreek met jullie af, want als we meer dan 15.000 duimpjes halen, dan gaan Rutger, Paco en ik volgende week in mijn video dit uitpakken. Even een korte uitleg. Ik word zo meteen opgesloten in een gevangenis van karton. En het is de bedoeling dat ik door die 100 lagen karton ga komen voordat Paco dit hele grote bot heeft opgegeten. Oeh, ze wordt er al heel enthousiast. Nee, nog niet. We zijn nog niet begonnen. Ik weet dat ze hier best wel een tijdje over doet, maar ik hoop dat het lang genoeg is voor mij om uit die gevangenis te breken. Alsjeblieft, Paco, bespaar mij. Dan is het nu tijd om jullie mijn geweldige gevangenis te laten zien. En dit is de kartonnen gevangenis waar ik opgesloten zit. Aan deze kant van mij heb je dus 100 lagen karton. En ik moet hier dus doorheen zien te breken, ja, via dit kruis hier. Ik moet beginnen met, ja, waar is die eigenlijk? Oh, hier is die. Dit kleine schaartje. En elke keer als ik iets verder in de wand kom, moet er dus ergens een joker verstopt zijn voor een iets grotere schaar. Ik hoop dat ik een hele grote schaar ga krijgen. Kan je je voorstellen, als ik niet op tijd ontsnap voordat Paco de bot op heeft, moet ik hier dus 24 uur blijven? Kan ik hier überhaupt liggen? Ja, nou ja, het gaat wel. Alleen het ligt niet heel zacht, zeg maar. Dan hebben we hier nog een iPad en hier kan ik Paco dus op zien. Ze zit heel braaf nu te wachten bij het bot totdat we gaan beginnen. Dus ik zou zeggen, laten we gaan aftellen. Paco zit klaar, ik zit klaar. In 3, 2, 1 en beginnen! Oké, oh, dit gaat nog heel lang duren. Oh, die schaar is echt veel te klein, jongens. Oh, ik word hier helemaal zenuwachtig van. Oké, rustig. Techniek. Ik ga eerst gewoon een rondje knippen. Misschien dat ik dan verder kan komen. Oh, alsjeblieft. Ik wil eruit. Dit gaat nog heel lang duren. Hoe gaat het met Paco ondertussen? Oh, wat erg. Oh, ik doe niet eens de eerste plaat kapot. Oh, wacht. Ja. Oh. Ja, hoor. De eerste plaat. Ik ga gewoon hier in het midden een rond gat maken. In de hoop dat ik er een soort van uit kan komen. Maar wacht, dat gat moet natuurlijk groot genoeg zijn om hier helemaal doorheen te passen, anders kan ik er alsnog niet uit. Dit was pas één. Kom op! Oh, hier is wel een soort van gat. Even pauze, dit heb ik natuurlijk opgenomen voordat ik gevangen zat. Als jij volgende week niet wil missen wat er achter dit scherm zit, dan moet je het volgende doen. Zorg dat je eventjes dit alarm af laat gaan. En dat kan je doen door het volgende te doen. We hebben hem eventjes beneden gezet, want het alarm bleef maar afgaan midden in de nacht. Elke keer als we 1000 abonnees dichter bij de 1 miljoen komen, dan gaat dus dit alarm af. Dus ik geef je 5 seconden om eventjes op die abonneerbutton te drukken. 1, 2, 3, 4, 5. Als het goed is het nu gelukt. Dan gaan we snel verder met ontsnappen. Oh, er zit daarachter zeker weer een hele muur. Dit is zoveel werk. Ik heb nu pas 2 platen kapot. En Paco is flink aan het eten, zo te zien hier op het scherm. Oh, die gaat veel sneller zijn. Waarom doe ik mezelf dit soort dingen aan? We gaan door met plaat nummer 3. Kijk, ik had ook gewoon lekker op vakantie kunnen gaan, hè, op dit moment. Gewoon lekker met een drankje op het strand kunnen liggen. Maar nee hoor, ik zit hier gewoon door 100 lagen heen te boren gewoon. Ik moet eerlijk zeggen dat ik deze challenge echt onderschat heb. Ik ben nu nog steeds bij die derde plaat. Maar check hoe lastig dit is. Je komt hier gewoon niet doorheen. Het gaat echt stukje voor stukje. Verschrikkelijk. Ah! We hebben weer een stuk. Ik hoop echt dat Paco zo in slaap gaat vallen of zo. Dan heb ik iets meer tijd. Volgens mij zit een vijfde. Maar jongens, hier past mijn hoofd nog niet eens doorheen. Oh, dit schaartje is echt veel te klein, jongens. Maar ik heb wel flink gescheurd, zoals je misschien kan zien. Ik ben namelijk bezig geweest met het gat groter maken. En hij is echt al heel groot. Maar
Ik ga hier nooit doorheen passen, denk ik. Oh, het lijkt hier wel kouder in één keer. Toch hier. Wat een gedoe. Ik ben heel benieuwd hoe het bij Paco gaat op dit moment. Ga gewoon open! Ja, oh, dit werkt wel. Ja, ja, ja. Ik ga hem gewoon nog breder maken, dit gat. Kijk, er zijn geen opleidingen voor karton scheuren. Oh. Mijn handen, die bloeden gewoon, jongens. Het is echt niet normaal. Dit is veel heftiger dan wat ik had gedacht. Was ik maar Paco op dit moment. Gewoon lekker thuis in de woonkamer eten. Op de grond. Maar nee, ik zit hier in een lood. Jongens, kijk eens hier. Er zit hier gewoon een briefje. Wacht, ik ga hem even pakken voor die. Dan komt het hier tussen van. Zo. Ik hoop echt dat ik een iets grotere schaar krijg. Wat staat erop? Yes, gefeliciteerd. Je bent op 10%. Is dit pas 10%, jongens? Je krijgt een grotere schaar. Nou, laat die schaar maar komen. Is dit mijn grotere schaar? Dit is echt gewoon niet... Ja, oké, hij is wel groter, maar alsof ik hiermee kan ontsnappen. Nou ja, laten we proberen. Ja, het werkt wel een beetje. Ik heb hier wel iets meer aan dan dat nagelschaartje. Nieuwe techniek. Oeh, kom op, ga los. Open! Ik wil eruit. Nou, ik kom wel steeds verder nu. Oef, ja. Paco, ik ga winnen. Ik weet niet hoe het bij jou gaat, maar ik denk dat ik ga winnen. Oh, dat bloeden van mijn handen wordt echt alleen maar erger, jongens. Het is echt niet normaal. Ik kan naar de pedicure hierna. Ben ik nog nooit geweest, maar alsnog denk ik dat ik er nu naartoe moet. Ik moet even liggen. Heel even. Oh. Oh, dit ligt nog lekker ook. Ik moet echt even bijkomen. Dit is echt een soort nachtmerrie waar ik in beland ben. Ik wil echt een grotere schaar. Dit is echt niet te doen met dit ding. Ik probeer nu met twee scharen tegelijk. Ik ben heel benieuwd, hoe zouden jullie dit doen? Laat het even weten in de reacties. Ergens ben ik echt bang dat ik deze challenge ga verliezen. Oké, ik heb een nieuwe techniek alweer. Ik ben gewoon de hele tijd aan het krassen. En het lijkt wel alsof ik hem zo wel een stuk groter heb gekregen, het gat. Hey, ja hoor, kom maar hier. Check eventjes hoe groot dit gat al is. En wat zit hier? Een nieuw briefje. Oh, eindelijk. Yes. Gefeliciteerd. Je bent alweer een stuk verder. Dat betekent dat je een nieuwe schaar krijgt. Alsjeblieft, laat het een hele grote heggenschaar zijn. Serieus, is dit wat ik krijg? Kijk jongens, het is maar een stukje groter weer. Oh, ik hoop dat deze beter gaat. Oh, ik verbuig heel die schaar. Nou, jongens, ik vind eigenlijk dat ik best wel ver ben. In ieder geval mijn gevoel zegt dat ik ver ben. Aangezien Paco nog steeds ligt is... Auw! Dit was niet handig. Nog meer bloed. Doe dit thuis niet na. Even een echte man zijn, Thomas. Kom op. Ja, hoor. Een briefje. Ik ben pas 3 lagen verder, dus op zich vind ik het wel wonderbaarlijk dat er weer een briefje zit. Wat staat erop? Lekker bezig. Het is tijd voor de volgende schaar. Gelukkig, alsjeblieft zeg dat hij iets groter is dan deze 3. Hè? Dit is nou eens een echte schaar. Hier ben ik wel een stuk blijer mee. Daar gaan we. Kijk, deze komt er veel makkelijker doorheen. We gaan het gat weer even iets breder maken. Paco kan zo snel eten. En ik heb het gevoel dat ik totaal niet meer verder kom. Als ik nou een beetje licht kon zien hier doorheen, dat geeft dan wat meer motivatie. Oeh, dit werkt goed jongens. Hier word ik blij van. Nou, 1 voordeel. Mijn hoofd past er al in. Het gaat best goed. We komen al ergens. Ik ben zo moe. Dit is echt niet normaal. Maar goed, ik heb wel het gevoel dat we steeds verder komen. Het gaat steeds harder dit. Dus dat is iets positiefs. Check eventjes hoe dramatisch dit er überhaupt uitziet. Wacht, kijk eens wat we hier hebben. Een briefje en dat is meestal positief nieuws. Volgens mij lust jij wel wat te eten. Oh, en je krijgt weer een nieuwe schaar. Eindelijk. Ik heb echt geen kracht meer. Ik bedoel, Paco mag de hele tijd eten, hè? En ik krijg helemaal niks. Dus laat dat eten maar komen. Ja, kom maar hier met dat eten. Is dit werkelijk alles wat ik krijg? Het is inderdaad echt een soort gevangenismaaltijd. Oeh.
Eet smakelijk. Dit was echt even nodig. Maar laten we niet te lang eten, want Paco gaat gewoon verder. Alhoewel, ik heb het gevoel dat ik hier straks al 24 uur ben. Ik ben eigenlijk al mijn straf aan het uitzitten. Ja hoor, dit is precies wat ik nodig had. Kijk, hiermee gaan we een heel stuk verder komen. Laten we snel verder gaan, want we gaan winnen hoor, deze challenge. Ah, wow! Ja, dit gaat heel goed, oké. Ja, kijk, hier, nou krijg ik hele hoeken eruit. Het is echt super. Nu kunnen we hem ook even iets groter maken. Zo. Nou Paco, doe je best maar met eten, want ik ga hier eerder uitkomen hoor. Dit is een beetje hoe ze over een tijdje mijn haar kunnen knippen. Als het wat langer is dan. Kijk, en die cameraman is wel aan het filmen hier, in plaats van dat hij even mij helpt. Maar nee hoor, die houdt gewoon de camera vast. Oh, het is wel even een lekkere hoofdsteun dit. Kom op. Ik zag het helemaal niet meer zitten, maar ik heb er weer helemaal vertrouwen erin. Hey, ja hoor. Briefje. Het is tijd voor je laatste hulpmiddel. Hier komt hij aan. Nou jongens, ik ben heel benieuwd wat het gaat zijn. Laat het maar komen. Oh, wat is dit? Jongens, hier kan ik toch helemaal niet mee overweg. Dit wordt één groot drama hier. Nu stoot ik mijn hoofd ook nog. Past dit überhaupt erin? Ja, dat past. Oké. Okay. Hoe werkt dit? Ik heb hier geen verstand van dit soort dingen. Oh, moet hier iets? Dit gaat heel hard. Oké, okay, maar ik moet opschieten. Want Paco die gaat ondertussen verder. Laten we hopen dat dit werkt. Oh, ik durf niet. Dit gaat zo hard. Oké, daar gaan we. Nou, het werkt in ieder geval om het gat groter te maken. Of ik nou echt dieper ben gekomen, dat weet ik niet. Maar laten we hem gewoon eerst groter maken. Misschien is dat een heel verstandig idee. Het is echt niet normaal. En ik heb het er zo warm van gekregen. En zo te zien is Paco ook flink op weg, dus we gaan door. Heel mijn arm kan er al in. Dat is top. Het gat is te klein, maar ik wil er helemaal doorheen komen. Dus laten we gewoon hakken. Ja, wacht. Volgens mij zie ik licht. Ja. Paco, doe rustig aan. Oké. Dit is echt een drama. Ik ben helemaal kapot. Dit is echt de weg naar mijn vrijheid. Oh, Paco is echt al heel ver. Kijk eens even jongens hoe diep dit gat is. En hier is dus gewoon de uitgang. Nee, nee, Paco heeft hem bijna op. Oh jongens, ik heb zo hard mijn best gedaan. Heel mijn lichaam zit onder kras. Ik ben helemaal bezweet. Check even hoe mijn arm eruit ziet. Doe even een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. Dat betekent dat ik hier vanavond blijf slapen. Gefeliciteerd Paco. Bedankt voor het kijken en tot volgende week dinsdag. Oh. Ik ben kapot.